aanrader. Elke week hebben Dennis en ik een tip voor jou. Dat kan alles zijn, een boek, een film, een strip of een... Uitgang. Een uitgang. Ja. Wat? Ja. Dat, dat is natuurlijk wel een prima tip zijn. Is waar dat... is de uitgang? Nou, daar. Maar wat is de tip van jou deze week? Oh, mijn tip? Ja. Ik heb er lang over getwijfeld of ik hem wel of niet zou doen. Want ik heb er gemengde gevoelens over gehad. En het is Happy met uitroeptekentje. Oh, dat. Nieuwe serie op Netflix. Gaat over een gast, een oude politieagent. Die ineens een imaginary friend tegenkomt. En dat blijkt een imaginary friend van zijn dochtertje te zijn. Mm-hmm. Dat is een beetje een spoilertje, maar maakt in principe niet zo heel veel uit. Komt erop neer, die imaginary friend, hij kan hem dus ook daadwerkelijk zien. Samen gaan ze op zoek naar die dochter, want die is ontvoerd. En daar zit een heel gebeuren achter, waarom ze is ontvoerd en door wie ze is ontvoerd. Maar het grappige is natuurlijk gewoon de bad shit krankzinnigheid van die serie. Is geregisseerd door Brian Taylor, die ook onder andere Crank heeft gemaakt. En helaas ook de film Gamer. En Ghost Rider. In ieder geval, het is echt een echt serieus een krankzinnig serie. En is dat leuk? Ja, uiteindelijk wel. Ja, het is een hele gekke serie, want ik moest me er een beetje doorheen worstelen en ik wist niet zo goed of ik het wel leuk vond. Happy wordt ingesproken door Oswald. Patton Oswalt, sowieso een heel grappig mannetje. Maar gewoon die band tussen Happy en die fucked up politieagent is echt briljant. Aan de ene kant super schattig en aan de andere kant echt gewoon... Is Happy een soort van Mr. Floppy? Jeez, will you shut up! Ja, hij is, ja, maar dan lief. Mr. Floppy, man, dat is lang geleden. Dat is leuk, hè? Wauw. Ja. Awesome. Ja. Maar goed, dat is dus in ieder geval mijn aanrader, want hij staat nu op Netflix en het is weer eens wat anders dan het gebruikelijke gebeuren wat daar te vinden is. Oké, okay. Ik heb een hele andere tip, een aanrader. Oké. Okay. Het is niet een, het is iets wat je moet doen. Oké, okay. Wat gaan we doen? Ik ben namelijk onlangs verhuisd. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben onlangs verhuisd, dat is al een tijdje geleden. Ja. Ik woon altijd in appartementen en daar flikkerde je altijd gewoon een modem neer, een router, en dat ging meestal wel goed. Ja. En ik had van mijn provider, Ziggo, gewoon die standaard modemrouter van UB of zo, maar dat ding is onwijs kut. Ja. Maar ik vond het wel, ik had zoiets van, het werkt. Het werkt dus niet. Elke half uur viel mijn wifi wel weg. Oh, dat is heel kut. Dus eigenlijk werkte het niet goed. Mm-hmm. En het was ook gewoon traag, want ik betaal voor 200 mbps, maar ik kreeg maar 20. Ja, dat is een goed punt. Ik ook volgens mij. Ja, maar bekabeld ging dan wel snel. Dus ik had zoiets van, oké, ik ga verhuizen. Misschien wordt het nu wel eens tijd om gewoon even door die zure appel heen te bijten. Even een weekendje kwaad te gaan maken om te gaan netwerken. Ja. Ik was er gewoon altijd een beetje bang voor, want als ik de UB-router in ging, begreep ik niks van allemaal drijfstand 36. Gateway, hoopla. Ja. Geen idee. Ja. Maar ik was ook op een eventje laatst en daar sprak ik een van onze collega's hier van Computer Totaal. Mm-hmm. En die zei, maar het is helemaal niet moeilijk. Het enige wat je moet doen is de standaard router die je, of modem die je hebt van je Ziggo. Moet je eens gewoon even opbellen en zeggen, zet het ding voor mij in een bridge mode. En zet die nieuwe, zet die erachter. Dus ik heb zo'n Netgear Nighthawk gehaald met heel veel antennes en dingen. Ja, ik ken hem. Dat ding blaast niet als hartstikke stil. Je kan alle lampjes uitzetten. Maar het blaast wifi alle kanten op. Maar het enige wat ik dus moest doen was dus Ziggo bellen. Oké, zet mijn modem in bridge mode. Ik zette dat ding achter. Ik denk, oké, nu moet ik allemaal dingen gaan instellen. Maar het was gewoon aan en het werkte. Oké. Okay. Dat is eigenlijk best wel een hele verdomd handige tip. Ik zat er echt jaren tegenop te denken. Ik had echt bizarre oplossingen thuis bedacht met internet via het stroomnetwerk. Ja, ik erbovenuit had ik daar een extra ding neergezet. Ja. Om, het was super onhandig, maar gewoon... Ik ging er gewoon even, het is eigenlijk heel makkelijk. Dus doe dat gewoon voor thuis. Als je er ook tegenaan zit te hikken en denkt van, dat is heel erg moeilijk. Dat is dat gewoon niet. Oké, nou, ik ga deze week gewoon even een poging wagen. En dan laat ik wel weten hoe makkelijk of moeilijk het wel niet was. En nu haal ik gewoon alles uit mijn internetverbinding. Gewoon super snel wifi. Oké, vet. Dat is echt een goede tip. Ga jij Happy kijken dan? Ja, met mijn super snelle wifi. En boven heb ik een extender staan die alles onder dezelfde SSID-naam heeft staan. Dus ik hoef ook niet te... Alles blijft gewoon hetzelfde. Hij pakt alles goed op. Ik ben gewoon helemaal happy. Oké. Okay. Ja. Oh, ik snap hem. Ja. Nice. Oké, ik ga het gewoon checken. Ik ga het gewoon proberen. Ja, dus netwerken en happy kijken. Dat is wat je deze week gaat doen. Ja, en als jullie nog wat voor ons hebben, want we hebben straks een heel lang weekend voor de boeg. Oh ja, dat is waar. Het wordt een beetje prut weer, geloof ik. Dus kom maar door met die tips van jullie. Ja. We hebben alle tijd van de wereld. Vanavond voor Wrestle kijken. Ja. Oh, extra gratis, derde tip. Hell yes. Doei. Ciao.